verder met Mitchell Donald. Mitchell, kom erbij. Gefeliciteerd. Hoe is dat eigenlijk als je in het veld staat en je komt na 9 seconden op 1-0 achter? Heb je het wel eens meegemaakt in de jeugd of zo? Nee, dit heb ik nooit eerder meegemaakt. En het is een van de dingen die we van tevoren bespreken. Probeer goed de kleedkamer uit te komen. Goed van start te gaan. Nou, als je zo snel doelpunt tegenkomt, ja, dan slechter kan niet. Maar goed, we herstellen het goed. Dus. Ja, jullie moeten elkaar dan even aankijken, denk ik. Hè? Wat is hier gebeurd? Wat gaat hier gebeuren? En dan moet je het weer oppakken. Ja, inderdaad. We probeerden gelijk weer druk te zetten. Ik bedoel, kijk, zoiets kan gebeuren. Het hoort niet, maar het is gebeurd. En we hebben gewoon goed gereageerd op het slechte begin. Je wordt steeds belangrijker voor Roda, tenminste zo zie ik dat. Je hebt nu ook een positie. En nummer 10, een spelverdeler. Eigenlijk heb je nog niet zo vaak gespeeld nog. Hè? Hoe bevalt het? Heerlijk. Ja, kijk, ik ben van nature zeker wat beter met het aanvallende aspect. Kijk, verdedigend moet er nog wat korter zitten. Nou, daar werk ik aan. Maar de nummer 10 bevalt me zeker. Dat dacht ik al. Dankjewel.